mijn favoriete boek is in zoverre al moeilijk, omdat er heel veel favoriete boeken zijn. Maar één van mijn, zeg maar, top 30 favoriete boeken is een schrijver die ik helaas pas een jaar geleden heb ontdekt. Die heb ik ontdekt door de film I'm Not Your Negro. Die kan ik ook iedereen aanraden. Maar de schrijver is James Baldwin. Een zwarte Amerikaan die heel veel van zijn leven in Frankrijk heeft doorgebracht. Omdat hij eigenlijk gevlucht is uit Amerika vanwege zijn huidskleur, zijn homoseksualiteit, zijn politieke overtuigingen. Van hem heb ik als eerste gelezen Another Country. Dat heeft hij eind jaren 50 geschreven en het is verschenen, geloof ik, 1961. Speelt zich af in New York. Als je dat boek nu leest, denk je echt, het is gisteren geschreven. Het is qua taal en alles, het is zo direct, het pakt je, je bent er helemaal in. Het is net een film, of eigenlijk veel beter dan een film die je voor je ziet. Het zijn verschillende verhalen die allemaal aan elkaar worden gekoppeld. Dus je ziet na de zoveelste, zeg maar, per hoofdstuk weer een andere perspectief. Het gaat over liefde, het gaat over vriendschap, het gaat ook over seksualiteit. Maar dan helemaal niet op een, als het tegenwoordig zo vaak is, vind ik, pornografisch of zo. Maar het gaat heel diep. En natuurlijk ook over huidskleur en emancipatie. Kortom, dit is een boek dat zou iedereen moeten lezen.